Als de Vlaamse overheid klachten krijgt, gaat het vaak over mobiliteit. De meeste klachten gaan over de stiptheid van trams en bussen. Dat is onlangs nog maar eens gebleken uit het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman. Nochtans, tegen volgend jaar moet de lijn de vergelijking met de privésector doorstaan. Ik pols naar de slaagkansen bij meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Bjorn Joska, Vlaams parlementslid voor Groen en onder meer lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Aan de andere kant van de tafel Dirk De Kort, die voor de CD&V deel uitmaakt van het Vlaams parlement en daar ook zetelt in diezelfde commissie. Allebei welkom in het programma. Ja, de lijn mag van de Vlaamse regering tot 2030 als zogeheten interne operator de bussen en trams in Vlaanderen uitbaten. Dat is vorige zomer al bekendgemaakt. Eén voorwaarde wel. Tegen 2020, volgend jaar dus, moet de lijn aantonen dat het even efficiënt, flexibel en concurrentieel kan werken als de privésector. Dat moet zo van Europa. Bjorn Joska, wat is uw aanvoelen? Zit de lijn op schema om dat te halen, om die vergelijking met de privé te doorstaan? Ik denk wel dat ze op schema zitten, maar ik vind het ook wel van belang dat die toetssteen gebeurt. Nu, wat misschien weinig mensen weten, want al die bussen van de lijn die zien er ook hetzelfde uit, maar op dit moment wordt al de helft van de ritten verzorgd door privévervoerders. Door pachters, noemt men dat dan, maar door privévervoersmaatschappijen. Maar ik denk wel dat de lijn als interne operator wel op het spoor zit om die interne operator ook te blijven na 2020, ja. Ja, ze zitten op schema om die vergelijking te doorstaan met de privésector, Dirk De Kort. Bent u het daarmee eens? Is de lijn klaar voor de liberalisering van het openbaar vervoer? Want dat is wat Europa vraagt. We zien toch wel dat zij op gebied van kostenefficiëntie, dat er een hele merkelijke verbetering de laatste jaren is gekomen. En dat ook de opbrengst van hun ticketverkoop, dat dat ook merkelijk heeft bijgedragen tot een beter resultaat. Je bedoelt dat de tickets meer kosten dekken dan vroeger het geval was? Wel, vroeger zat men eigenlijk op een percentage van een 14% en we zien nu toch dat dat naar een 19% effectief eigenlijk is gestegen. Dus dat is een serieuze verbetering ten opzichte van vroeger. Wat ik wel ook merk van dat is dat daarnaast eigenlijk bij heel wat mensen en ook lokale besturen de verwachting ten aanzien van de lijn ook wel zijn gewijzigd. Ik denk dat meer en meer eigenlijk mensen toch wel beginnen te kijken van in gevolg de files, is dat openbaar vervoer, die fiets, zijn daar goede alternatieven? En daar denk ik dat we op termijn wel ook echt een extra tandje moeten bijsteken, maar dan vanuit ja, de overheid. Ja, want als een alternatief moet zijn voor de files, dan zitten we straks bij het verhaal dat de Vlaamse ombudsman heeft verteld. Mensen klagen over stiptheid. Ja. Daar wil ik het straks nog over hebben, maar eerst nog iets anders. U verwees al naar die pachters die vandaag inderdaad al de helft van de lijnen uitbaten. Is openbaar vervoer voor uw partij, iets wat de facto in overheidshanden moet blijven of mag de privésector daar een rol spelen? Maar de privésector speelt daar vandaag al een rol in. Stel dat er morgen een andere operator komt die zegt wij kunnen dit veel beter dan de lijn. Nee, ik vind dat er nog altijd wel plaats is voor een publieke, een overheidsbedrijf zoals de lijn. Om de heel eenvoudige reden dat je openbaar vervoer ook moet kunnen garanderen. En ik ben het eens met collega De Kort dat er meer inkomsten uit die tickets worden gehaald, maar heeft vaak te maken met de opslag, die tickets zijn duurder geworden en niet een klein beetje. Dus we hebben minder reizigers vandaag. Als ze meer kosten dekken, is het omdat ze meer opbrengen? Ze brengen meer op, dus we hebben minder reizigers vandaag die gebruik maken van de lijn. Alleen betalen ze meer voor de mindere service. Maar langs de andere kant vind ik wel nog altijd dat een overheid ook publiek vervoer, openbaar vervoer moet kunnen garanderen en heeft dus de lijn nog altijd zijn plaats in mijn ogen. Ja, dezelfde vraag voor u. Blijft het een overheidstaak, openbaar vervoer, of kan je dit uitbesteden? Voor ons blijft het een overheidstaak. Het moet eigenlijk werken als een modern publiek bedrijf. Dus, en ja, het zou moeten van Europa, want we gaan die vergelijking moeten doorstaan. Ja, en er is zeker en vast ook nog wel wat werk op stapel. Mm-hmm. Maar ik merk toch wel dat de directeur-generaal Kistelrood, dat hij daar effectief serieus werk van wil maken. En dat hij met zijn managementteam daar absoluut prioriteit aan geeft. Ja. Nu, de lijn is de afgelopen legislatuur hervormd. Hè. Geen organisatie meer per provincie. Die zogeheten provinciale entiteiten zijn er niet meer. Wel 15 zogeheten vervoerregio's, waarbij lokale besturen meer inspraak krijgen. En wees al op die lokale vragen die er vaak heersen. Ik ga het jullie allebei vragen, omdat Bjorn Joska, een partijgenoot van u, iemand als Philippe Athée, schepen van mobiliteit in Gent, zegt van ja, eigenlijk zouden wij heel graag
mee bepalen wat het aanbod van de lijn is. En die krijgt nu toch die kans met die vervoerregio's, want die lokale besturen worden betrokken bij die vervoerregio's. Is dat dan een goede zaak voor u? Ik denk dat dat inderdaad een goede zaak is. Allee, dat bleek ook toch al jarenlang dat heel wat lokale besturen vragende partij waren om daarmee op te kunnen sturen. En dat gebeurt nu ook via die vervoerregio. Dus ik zou het ook als een kans willen laten geven. Want ik denk vaak dat lokale bestuurders zeer goed weten waar dat de noden zitten. Er komt wel geen geld bij. Nee, en de pot wordt herverdeeld over de 15 regio's. En dat vind ik een gemiste kans. Omdat je kan niet vanuit een gestoten enveloppe. En ik vind dat minister Weitz daar veel te defensief is, vanuit een gestoten enveloppe zeggen, voilà, dit is het budget en hier moet je mee doen. Je moet aan die vervoerregio's de kans geven om een heel mobiliteitsplan voor de regio te ontwikkelen. En als we met z'n allen toch klimaat au sérieux nemen, dan moet je ook openstaan voor nieuwe opportuniteiten en nieuwe mogelijkheden binnen zo'n regio. Goed, ik kan me natuurlijk wel voorstellen, als 15 regio's elk hun eigen noden gaan beginnen formuleren, dat de factuur, dat we het eindpunt nog niet eens kennen en bijzonder hoog kan zijn. Ja, ik ga misschien een federaal thema op tafel leggen, maar als we vandaag de dag ongeveer 4 miljard euro betalen voor salariswagens en als we dan de investeringsbudgetten bij de NMBS en de lijn nog niet eens op 3 miljard hebben zitten, dan denk ik dat daar een onevenwicht is. En wat ons betreft zal de toekomst toch een stuk meer publiek vervoer moeten zijn, openbaar vervoer, fiets, waar ook collega De Kort al naar verwees. En dus ik vind het zeer vreemd dat je vervoersregio's meer instrumenten geeft en lokale besturen daarin een belangrijke rol, maar dat je met zegt, ik ga wel niet meer geld uitgeven. Maar de centen blijven achter. Zelfde vraag voor u, want bij de stemming over het decreet basisbereikbaarheid hebben jullie zich zorgen gemaakt over de landelijke regio's? Die lokale besturen daar maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun dorp, hun gemeente? Ja, we hebben dus eigenlijk ook aan minister Weitz een taart overhandigd. Om te zeggen van, voilà, dat is symbolische taart van, dat is het huidige budget dat de lijn ook effectief krijgt. Maar graag een grotere taart. Maar wij hebben hem dan eigenlijk ook een paar werkinstrumenten gegeven. Bloem, suiker en ook een deegrol. Om te zeggen van, die taart moet toch wel groter worden. Omdat we er effectief... Maar volg je dan Björn Joska als hij zegt, er mocht toch wel wat bij komen als je die vervoerregio's een gesloten enveloppe geeft? Ja, dan zit je natuurlijk wel vast. Wel, wat wij merken, dat is dat op dit moment, en wij hadden gehoopt om daar eigenlijk al verder te staan, dat die vervoersregio's ook niet weten van welk budgetten mogen zij nu daadwerkelijk over beschikken. Welk budget gaat de lijn verder eigenlijk in de toekomst spenderen voor dat kernnet en voor dat aanvullend net? Welk budget gaan die vervoersregio's rechtstreeks krijgen om dat vervoer op maat te kunnen ontwikkelen? En dat vervoer op maat, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Ik kan me dat inbeelden dat heel wat mensen daar vragen daaromtrend stellen. Daar hadden wij toch al wel gehoopt om een aantal experimenten, proefprojecten, dat die verder uitgerold zouden kunnen worden. Die zijn er toch geweest, die proeven, nee, die experimenten? Nee, dus dat is wel aangekondigd geweest. Er zijn oproepen geweest, maar er zijn geen toewijzingen daadwerkelijk eigenlijk gebeurd. Dat vinden we een gemiste kans. Ik hoor u zeggen, toch niet. Ik las in parlementaire stukken dat de streek rond Aals, de Westhoek, dat daar experimenten zijn gebeurd. Daar zijn experimenten gebeurd, maar enkel op papier. En dat is, ik, het grote gemis bij zo'n grote hervorming, die toch lang is aangekondigd, heeft men proefprojecten gedaan, maar enkel op papier. En, dus en vandaar, wat moet ik bij voorstellen bij een proefproject op papier? Ja, maar dat men daar heeft gekeken van, oké, waar rijdt de lijn nu, wat is het kernnet, wat is het aanvullend net en hoe zouden we dat in de toekomst kunnen organiseren binnen de vervoerregio, welke lijnen zouden we eventueel schrappen, waar moet capaciteit bijkomen, waar gaan we inzetten op fiets en op alternatieven, maar het is enkel een oefening op papier geweest en dat vind ik het grote gemis. Als je zo'n grote hervorming doet en je hebt ze niet eens op het terrein getest, terwijl we als parlement toch aan de minister alle mogelijkheden hebben gegeven om dat te doen, ja, dan vind ik het zeer vreemd. Hier zijn een aantal termen gevallen die ik misschien even moet duiden voor de kijker. Hè. Een aanvullend net, een kernnet. Belangrijk in dat verband is dat decreet basisbereikbaarheid. Er komt dus dat kernnet dat steden en gemeenten met elkaar verbindt, een aanvullend net dat dan verbindingen maakt met buitenwijken, kleinere kernen en dan dat zogeheten vervoer op maat, die lokale vervoersnoden. Dat is samengevat, die reorganisatie, en daar is dan te weinig mee geëxperimenteerd, want ik had begrepen dat lokaal inderdaad naar andere spelers zal worden gekeken, naar Uber, naar privé, naar taxis, die dat dan moeten aanvullen en op die manier zorgen voor de sanering of toch het opvangen van de middelen die dan tekort komt bij de lijn?
Nee, ik ben er eigenlijk van... onze fractie is er eigenlijk van overtuigd... Jullie hebben meegestemd, hè? Ja, maar wij hebben ook wel heel duidelijk mee aangegeven dat wij ook wel verwachten dat op gebied van het budget van vervoer op maat... Dat is dat lokale vervoer, hè? Dat lokale vervoer, dat daar... Men start eigenlijk, men zegt nu, dit is eigenlijk het budget wat vroeger eigenlijk werd besteed voor de belbussen, wat naar de toekomst toe ook verder kan groeien als er misschien minder beroep wordt gedaan op de belbussen. Dus dat zou van een 30 miljoen dan kunnen groeien naar een 112 miljoen. Maar wij voelen heel sterk aan, en dat is dat mee dat we eigenlijk een stukje mee aangeven, met de wijzigingen op lokaal vlak. Wat merken wij? De banken, de posten. Overal worden eigenlijk zaken eigenlijk van dienstverlening ten aanzien van die burger gesloten. Wat moet die burger doen? Die moet allemaal zich meer gaan verplaatsen. Dan mag je het ook wel verwachten dat die overheid zorgt dat dat vervoer op maat dus beter wordt georganiseerd. Er is een online voor in de plaats gekomen. Het ja, van banken goed, bijvoorbeeld. Maar toch wel heel wat zaken waar je toch wel merkt dat mensen zich meer moeten kunnen gaan verplaatsen. En dan zegt u, mensen moeten de kans krijgen om zich te verplaatsen. Ja, en dan vind ik dat we eigenlijk meer hadden moeten kunnen zien van, gaan we dat doen met mobipunten in woonwijken, waar je beroep kunt doen op autodelen, op fietsdelen. Ik merk dat fietsdelen en ook fietsdeelbedrijven, dat sommigen denken van, we kunnen dit enkel maar ontwikkelen in steden. We hebben dat bijvoorbeeld in Brasschaat, in onze gemeente, ontwikkeld met een fietsdeelbedrijf, Mobit. En we merken dat op een korte periode, we zijn in september gestart, februari evaluatie eromtrend gemaakt, en we merken dat daar een 800 vaste gebruikers eigenlijk van zijn, van dat fietsdelen. Dus dat wil betekenen dat je merkt dat dat fietsdelen, dat ook best eigenlijk iets is dat je verder eigenlijk kan uitrollen in Vlaanderen. Ik vat het even samen, een combinatie maken van verschillende transportmogelijkheden, de trein, de fiets, deelauto's, de lijn, dat is die combi-mobiliteit. Dat had de minister toch voorzien? Ja, dat heeft de minister voorzien, maar ik zeg het, dus blijven steken in een oefening op papier. Terwijl, collega De Kort heeft daarin gelijk, dat je van onderuit de druk voelt. Heel wat mensen gaan op zoek naar andere oplossingen. En blijkbaar zijn er lokale besturen die het nu al doen. Ja, absoluut. En er zijn heel wat lokale besturen die dat nu doen. En waarbij dat je inderdaad ziet, oké, ik ga voor wat men dan noemt, de first and the last mile, de eerste kilometers, de laatste kilometers. Tussen mijn bus en mijn trein ga ik een deelauto gebruiken, een deelfiets gebruiken. Ga ik eventueel kunnen een taxicheck inzetten? Ga ik bijvoorbeeld in een busje van een woonzorgcentrum dat daar op die moment passeert, eigenlijk ook kunnen opstappen waar een plaats over is? Dat is eigenlijk de hele idee van de hervorming geweest. Alleen, ik blijf het jammer vinden dat het blijven steken is in een oefening op papier, terwijl heel wat lokale besturen de nood voelen en het vandaag al doen in de praktijk. Ja. En wat ik bijvoorbeeld merk, dat het wel interessant is dat de lijn ook verder eigenlijk een goede samenwerking heeft aangegaan met Bluebike, deelfietsen. De deelfietsen van de NMBS bedoelt u, hè? Ja, dat die dat een groot stuk hebben overgenomen, maar nog eens even, verder ook op die deelfietsen. Er zijn nog verschillende andere operatoren. En daar vindt onze fractie dat we toch eigenlijk ook een stukje moeten zeggen vanuit die overheid. Het moet voor de gebruiker, voor de burger, of dat je nu in Brasschaat of in Lokeren of in Kortrijk, als je iedere keer daar een apart appje moet gaan opladen op zijn smartphone, dan zijn we niet goed bezig. Dus het is een taak van de overheid om dat te uniformiseren? Dat is een taak van de overheid om daar eigenlijk mee voor te zorgen dat die verschillende operatoren, dat gemakkelijk met elkaar eigenlijk in verbinding wordt gebracht. Zodoende, daar zijn wij van overtuigd, dat gaat dan echt een boost geven aan het openbaar vervoer. Ja. Dus die systemen zijn mijn inziens. Maar dat zal dan voor de volgende legislatuur moeten zijn, dat uniformiseren. Ik wil even terugkeren naar wat vandaag gestemd is. Namelijk dat decreet basisbereikbaarheid. U heeft het meegestemd met alle bedenkingen die u heeft geformuleerd aan het adres van de minister. Groen heeft zich net als de SPA onthouden bij de stemming. U had nog amendementen willen toevoegen. Ik ben die eens gaan doornemen en ik kom onder meer een amendement tegen om tegemoet te komen aan mensen die te kampen hebben met vervoersarmoede of die een handicap hebben. Dat is een gemiste kans dat er niet in zit dan? Ja, ik vind dat vreemd, omdat voor ons is openbaar vervoer een inclusief verhaal. En we weten dat vervoersarmoede in Vlaanderen is een problematiek. Mensen die eigenlijk bepaalde skills ook missen, competenties missen om een bus of een tram te nemen. En je had daar eigenlijk wel een stuk in moeten voorzien. Twee, wat ik zeer vreemd vind, in die vervoersregio's zit iedereen, behalve de gebruiker. Ik zou het logisch gevonden hebben, aangezien we vervoer op maat aan het maken zijn, dat je daar ook iemand hebt, bijvoorbeeld van trein, tram, bus, die meevolgt en die kijkt vanuit het standpunt van de gebruiker. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die jammer genoeg door de meerderheid van tafel zijn geschoven. Dus, dat waren toch nobele bedoelingen, De Kort?
Ja, maar op een bepaald moment moet ik ook zeggen van we moeten kunnen verder kunnen starten. Het zou eigenlijk spijtig zijn om nu te kunnen afronden. Onze fractie heeft heel sterk aangedrongen om van die basismobiliteit naar basisbereikbaarheid te kunnen gaan. En er zullen heel wat van die zaken, die dat terecht door eigenlijk door collega Björn Joske naar voren worden geschoven, daar zal ook met de uitvoeringsbesluiten, die nu nog verder moeten worden uitgewerkt, ook mee rekening moeten worden gehouden. Waardoor dus, mensen met een handicap tegemoet kan worden gekomen. Ja, ja. Het komt nog goed. Ja, ik heb zeer veel waardering voor collega De Kort, maar men heeft daar een beetje een kans gemist. Wij gingen niet eigenlijk het huis van het decreet zomaar onderuit halen. Het was voor ons waren een aantal stappen die we ook hadden gehoord in de hoorzitting. Ik vind dat we de laatste tijd in de commissie mobiliteit veel te weinig rekening houden met wat er uit hoorzittingen komt en daarop anticiperen. Ik denk een gemiste kans, maar oké, ik geef het voordeel van de twijfel. Ik hoop dat het daarop de uitvoeringsbesluiten nog wordt rechtgetrokken. Ja. Intussen blijft de reiziger wel klagen, hè, is opnieuw gebleken uit het jaarverslag van de Ombudsman. U heeft er al naar verwijzen. Het openbaar vervoer is goed voor het gros van de klachten over de Vlaamse overheid, over de stiptheid onder meer. Ja, de helft van de trams en bussen in de spits heeft een vertraging van ruim 5 minuten. Valt dat op te lossen in een filerijk land, Björn Joske? Ja, dat valt in mijn ogen wel degelijk op te lossen. Dat is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, die bus staat mee in de file. Ja, ik weet het. Dat is niet enkel de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Dat zullen ook de lokale besturen zijn. We gaan veel meer moeten werken op doorstroming. Die budgetten zijn wel verhoogd, maar ik stel op het terrein inderdaad vast dat op dit moment zelfs, we zitten op het historisch dieptepunt, 46% van de bussen en de trams rijdt nog op tijd. We komen van 55%, dus het gaat achteruit. Dus we zullen het moeten oplossen. Ja, de files nemen ook toe natuurlijk. De files nemen toe. En de reiziger is niet tevreden, hè, want ik heb het nog eens gezegd. We hebben op dit moment zijn veel minder mensen die gebruik maken van de lijn. En waar heeft het mee te maken? Vooral dat, hè, de stiptijd. Hè. Mensen kunnen er niet meer op betrouwen. Sommige ritten worden gewoon niet uitgevoerd. En dan haakt een reiziger af. En dat zie je zowel in de tevredenheidsenquête die de lijn zelf organiseert, als in het rapport van de ombudsman zie je dat eigenlijk ook staan. Ja, ja, hoe gaan we het oplossen, meneer De Kort? Ja, wij hebben dus daarom eigenlijk ook een conceptnota ingediend eigenlijk bij de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Dat mijn inziens toch zeker en vast eigenlijk aan de beheersovereenkomst met de lijn wel wat moet gesleuteld worden. Want nu is de lijn... Maar goed, je kan dat wel vragen aan de lijn. Ja, maar die files zijn niet opgelost daarmee natuurlijk. Nee, vraag. Maar nu is het zo dat zij maar één keer eigenlijk hoeven te rapporteren. Dat is een algemene rapportering. Ik denk dat het eigenlijk goed eigenlijk is dat dat maandelijkse rapportering eigenlijk is, zodoende dat wij het weten, maar ook de lokale besturen, wat zijn nu eigenlijk die oorzaken dat er sneller op een aantal zaken kan worden ingespeeld. Maar kennen we die oorzaken vandaag al niet? Want tot hiertoe wordt er enkel te veel eigenlijk de aandacht eigenlijk aan gegeven van ja, het zou wel te maken eigenlijk hebben met die doorstroming, terwijl dat ook een belangrijke reden was, hetgeen waar de collega Joske ook naar verwezen eigenlijk heeft, dat heel wat ritten wegvielen door een tekort aan chauffeurs. En dat is dan toch wel een heel groot pijnpunt. Een paar minuten, dat je wat later zijn. Daar kun je over klagen, maar je raakt nog op je werk of op je school. Maar als je rit volledig eigenlijk wegvalt, dan wordt het echt dat de mensen eigenlijk zeggen van het openbaar vervoer wordt voor mij niet meer betrouwbaar. En dat is een heel fundamenteel een groot probleem. En daar moet dus, ik heb dat opgevraagd met een schriftelijke vraag en gemerkt van potverdorie, dat is een serieus probleem, wat ik ook wel merk dat er ondertussen door de lijn extra wordt op ingezet. Ik hoor u zeggen, het heeft niet alleen te maken met files, ook met beschikbaarheid van personeel. Moet er minimale dienstverlening komen, zoals bij de NMBS nu bestaat? Ja, in het geval van staking bijvoorbeeld, dat de reiziger kan verwachten, er is toch wel een minimale aantal lijnen dat gaat uitrijden? Ja, maar ook buiten die minimale dienstverlening is het dus zo dat ik dus nu eigenlijk merk dat gewoon door het onvoldoende eigenlijk beroep te kunnen doen. Moet dat er komen, minimale dienstverlening? Minimale dienstverlening, in overleg met de vakbonden, wordt dat ook best verder eigenlijk op een goede manier eigenlijk uitgewerkt. Opgelegd door de overheid, dat ziet u dan niet zitten? Ik ben altijd voor overleg eigenlijk met de sociale partners. Ik denk dat dat de beste manier eigenlijk is. Want u weet vandaag wat de sociale partners gaan zeggen, hè, als u dat vraagt. Ik merk toch wel dat bij de sociale partners, dat die eigenlijk zeer constructief eigenlijk mee ook werken, omdat die er ook ten volle eigenlijk van beseffen, als zij interne operator eigenlijk willen zijn, dat men op een goede manier dienstverlening moet geven. Als ze die willen doorstaan volgend jaar. Ja. Ik had ook aan Björn Joske vragen, minimale dienstverlening, moeten we dat opleggen?
Ik heb daar mijn twijfels bij, vooral op het operationele. Als je zegt van oké, één op de vier bussen, één op de vier trams gaan rijden, dan ga je behoorlijk capaciteitsproblemen. Want voorstanders zeggen, het werkt al voor de NMBS, ja. Waarom zou het niet werken voor de lijn? Ik weet het, maar als het werkt voor de NMBS, ik stel het toch ook vast op het moment dat er dan een staking wordt aangekondigd, dat mensen op zoek gaan naar een alternatief. Er wordt zeer veel thuisgewerkt als het op tijd wordt aangekondigd. En dan geraak je wel nog altijd op het werk op een deftige manier. Een trein heeft natuurlijk een behoorlijk grote capaciteit. Als je daar zegt 1 op de 4 gaat rijden, maar een bus en een tram, als daar veel volk op een perron staat te wachten, dan zie ik het eigenlijk niet werken. Oké, ik wil terugkeren naar de ombudsman. Een andere klacht ging over sms-tickets, over de zogeheten M-tickets ook, die je met de smartphone bestelt. Die zijn 1 uur geldig, maar goed, als die bus natuurlijk in de file staat en je hebt 10 minuten te vroeg dat ticket gekocht en dan ben je nog onderweg wat tijd verloren door in de file te staan, dan blijken sommige mensen daar toch over te klagen. Moet dat anders? Dat moet anders, maar we moeten eigenlijk eerder rekening houden dat die reiziger zijn eigen wilt verplaatsen van A naar B. Ja. En dus dan mag men dat niet gaan vastpinnen op een bepaald tijdspad, dat men dan zelf niet kan aankomen vanuit de lijn. Dus dat moet zeker en vast eigenlijk aangepast worden. Ik ben trouwens ook eigenlijk verschoten van het aantal klachten dat daarop eigenlijk was gebaseerd. Mm. Dat is toch wel vrij behoorlijk. Ik had dat niet verwacht. En ook, ik vind dat eigenlijk op die manier de ombudsdienst goed werk eigenlijk levert. Want voor ons is dat toch ook wel op die manier eigenlijk, met de aanbevelingen die ook op een goede manier worden geformuleerd. Het opent de ogen. Ja, het opent de ogen. Nu, het brengt ons bij dat zogeheten Retibo-systeem. Het is tot op vandaag een leidersweg gebleken. Het systeem voor registratie, ticketing en boordcomputer is al 10 jaar geleden aangekondigd. Het werkt nog altijd niet. Er is deze week nog eens over gepraat in de commissie na een vernietigend rapport van het Rekenhof. Welke lessen moeten we daaruit trekken, Björn Soska? Ja, ik heb het ooit in het parlement het monster van Loch Ness genoemd. Hè. Dus af en toe kwam het eens boven, had iemand het gezien. Maar het bestaan ervan werd nog altijd in twijfel getrokken. Ik vind het een zeer pijnlijk dossier. Vooral als je in Brussel nu op dit moment metro en bus neemt, dan werkt dat eigenlijk perfect met je Mobip-kaart. Men heeft dat daar veel beter in elkaar gezet. En de lijn, denk ik, heeft veel te veel hooi op zijn vork genomen. En het uitgangspunt was in het begin goed, maar men heeft er van alles opgebouwd, als je het rapport van het Rekenhof ook leest. En dat kost nu de belastingbetaler op dit moment al een 34 miljoen euro meer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch ben blij dat we het Rekenhof hebben ingeschakeld, want dat was ook niet zo evident. Maar goed, wat gaan we doen? Van een wit blad herbeginnen borduren op wat er is? Nee, van een wit blad herbeginnen, dat lijkt mij met het geld dat is uitgegeven, zou ik dat zeer, daar zou ik het moeilijk mee hebben, want je mag de belastingbetaler dat niet aandoen. Maar ik hoop wel dat we de goede stukken uit Retibo kunnen overhouden, dat men het nu eindelijk operationeel maakt en dat de dingen die niet functioneren, dat men die daar zo snel mogelijk uithaalt. Mijn grote les is van, ik denk dat de lijn soms en vaak hebben overheidsbedrijven dan nog wel eens zelf het warm water wil uitvinden. Ik denk dat je beter op zoek gaat naar goede toepassingen die op de markt zijn. En die door... Men had eens kunnen aankloppen bij de MIVB bijvoorbeeld. De MIVB stel ik gewoon vast. En met mij denk ik heel wat collega's die regelmatig openbaar vervoer in Brussel gebruiken. Daar werkt het systeem perfect. En al jaren. Jaren. Dus zo moeilijk kan het niet zijn. Het kan niet zo moeilijk zijn. Het is nogthans ingevoerd in de vorige legislatuur. Onder een partijgenoot van u die toen bevoegd was voor mobiliteit. Hilde Krivits. Maar goed, ik hoor Björn Soska zeggen, we moeten het niet weggooien, maar wel de stukken overhouden die nog werken. Ik lees anderzijds, er gaan bussen zijn waar monitorschermen in hangen die op het moment dat het systeem zal werken misschien al lang afgeschreven zijn en weg zijn. Welke lessen trekt u eruit? Ja, alleen, ik denk dat wij met z'n allen eigenlijk op dat vlak eigenlijk kunnen vaststellen dat als je naar het buitenland eigenlijk gaat, dat die service en die dienstverlening van reisinformatie die je krijgt, dat die behoorlijk beter is. Ik was onlangs nog... Je moet zelfs niet naar het buitenland gaan, naar Brussel gaan is voldoende blijkbaar. Ja, nee, het klopt. Maar dus dat is een spijtige zaak. En dat zorgt er eigenlijk ook voor, dat ook voor mensen, om die te kunnen overtuigen om meer gebruik te maken eigenlijk van het openbaar vervoer, dat we zeker op dat vlak een tandje moeten bijzetten. Maar ik denk dat inderdaad, dat we beter eigenlijk naar de toekomst toe kiezen voor eigenlijk producten die... Een duurzaam eigenlijk al bewezen. Kijk gewoon in Brussel naar de halte aankondiging. Ja. De halte aankondiging, daar worstelt de lijn nu al jaren mee. En ik begrijp dat niet. Men zit daar op een systeem waar men voortdurend problemen mee heeft. Als ik in Brussel op een bus sta te wachten aan het parlement, dan werkt die halte aankondiging bijna op de minuut perfect. Het kan.
Het kan. Nu, ik wil eindigen met een thema dat al enkele maanden de krantenkoppen beheerst. Het klimaat, u heeft het al aangeraakt. De Kort, het is een open deur intrappen natuurlijk. Als ik zeg dat het openbaar vervoer cruciaal zal zijn om klimaatdoelstellingen te halen. Björn Joska, het zal moeten. Hè? Als we en de klimaatdoelstellingen, energiedoelstellingen, de file-druk willen weghalen, dan gaan we niets anders kunnen dan in te zetten op openbaar vervoer. Dan zal inzetten op openbaar vervoer één van de oplossingen zijn. De andere oplossing, maar daar denk ik zijn we het ook over eens. Ik zie dat zeer veel mensen vandaag aan het fietsen zijn. Niet enkel niet meer in de privé-tijd, maar ook richting werk, richting school. Als we daar infrastructureel ook de juiste oplossingen op tafel leggen, breed genoeg fietspaden voor de diverse fietsers, dan denk ik dat die twee poten, openbaar vervoer en fiets, puzzelstukken zijn om inderdaad die klimaatdoelstellingen te halen, maar ook de file-druk naar beneden te krijgen, waardoor ook de economische kost en de gezondheidskost die aan die files vasthangt, dat je daarop kan gaan werken. Dat lijkt mij de grote uitdaging te zijn op vlak van mobiliteit, ja. Bent u het daarmee eens, De Kort? Ja, we hebben eigenlijk vanuit onze fractie altijd gevraagd om zeker en vast eerst in te zetten op die vergroening van het openbaar vervoer. En toch wel ook de druk in de meerderheid wat opgevoerd eigenlijk. Dat is ook gebeurd, hè, de afgelopen jaren? Ja, maar dan hebben we dat toch wel heel duidelijk gemerkt. Hadden wij dat niet gedaan, dan was, was er minder goesting eigenlijk geweest bij de overige meerderheidspartijen. Het zal natuurlijk wel moeten als we en klimaat, energie, file-druk willen. Ja, maar het zal ook liefst wat comfortabeler mogen. Maar we merkten toch wel dat op een bepaald moment dat er duidelijk een gevaar was dat er binnen Vlaanderen met twee snelheden zou gewerkt worden. Dat er enkel met elektrische bussen binnen de steden zou gereden worden. En dat we met vervuilende bussen op het platteland. Dus daar hebben we toch wel gevraagd om een bijsturing, een duidelijk tijdspad in te zetten. Om te gaan naar die elektrische bussen, bussen voor langere afstanden op waterstof. Er zal dus op dat vlak ook verder mee moeten ingezet. Ik heb ook meermaals daar eigenlijk op gewezen om te zeggen van we hebben potverdorie die busbouwers bij ons in absoluut. Vlaanderen. Ja, van al VDL. Waarom laten we dat niet meer zien? En moeten we eerder naar het buitenland gaan om te zien dat ze daar wel besteld worden? Het is zoals het is. Die zetten hun bussen vaak meer uit in het buitenland dan in Vlaanderen. Dus dat is een heel bizar gegeven waar we toch met z'n allen voor moeten zorgen dat dat niet gebeurt en dat die vergroening veel sneller Maar goed, loopt. We zijn natuurlijk allemaal als overheid, jullie als overheid, verplicht om aanbestedingsregels te volgen die in heel Europa gelden. Moet je in het buitenland ook doen, hè? Voor aankoop van bussen. Ik ga hier moeten afronden. Onze tijd zit erop. Ik onthoud dat de lijn nog een jaar heeft om zichzelf te bewijzen en dan die test zal moeten doorstaan. Bedankt in elk geval voor dit gesprek. Björn Joska van Groen en Dirk De Kort van CD&V. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.